Hoi, ik ben Anouk. En ik ben Daan en wij zijn van het NOC-NSF sportsupportteam. Zoals je hebt ontdekt zijn er in september straks twee grote landelijke sportacties. Namelijk de Nationale Sportweek en de Albert Heijn Sportactie. In de vorige video hebben we al laten zien hoe je voor jouw club een clubprofiel aanmaakt. Heb je die video gemist? Kijk hem dan hier rechtsboven even terug. In deze video gaan we je laten zien hoe je sportactiviteiten aanmaakt. Zo kunnen sporters straks makkelijk zoeken en boeken en is jouw sportclub goed vindbaar. Zo maak jij in 4 makkelijke stappen sportactiviteiten voor jouw sportclub aan. Eerst ga je naar www.clubprofiel.nl en log je in. Weet je nog hoe het moet? Hier rechtsbovenin kun je inloggen. Als je bent ingelogd, druk je op Mijn Club. Dan kom je in jouw clubprofielomgeving. Tip: als je nog bent ingelogd, dan ga je al meteen naar jouw clubprofiel en zit je er dus meteen in. In jouw profiel is nog meer voordeel voor jouw sportclub te ontdekken dan alleen activiteiten aanmaken. Zo zijn er verschillende toolkits, tips en andere handigheidjes te vinden om de sportieve ambities van je sportclub waar te maken. Ook kun je een kijkje nemen op sport.nl voor clubs. Stap 1. Aanmelden voor de Nationale Sportweek en de AH Sportactie. Meld je eerst aan voor de Nationale Sportweek en de AH Sportactie. Nadat je je hebt aangemeld, kun je je activiteiten beheren. Activiteiten aanmaken voor de Nationale Sportweek en de AH Sportactie gaat op dezelfde manier. De activiteiten worden vanaf september alleen anders vormgegeven op www.ahsportactie.nl en www.nationalesportweek.nl. Stap 2. Sportactiviteiten beheren. We gaan je nu laten zien hoe je activiteiten aanmaakt. Dit doe ik nu even voor de Nationale Sportweek. Druk op Beheer je activiteiten en voeg een sportactiviteit toe. Op deze pagina zie je ook een overzicht van je activiteiten. Hoe je deze kunt beheren en veranderen, vertellen we straks. Stap 3. Invullen van de sportactiviteit. Het aanmaken van een sportactiviteit bestaat uit 3 delen. De eerste is datum en locatie. De tweede is sportersinformatie. En de derde is trainers. Bij deel 1 kies je een naam voor je activiteit, een locatie, een datum en geef je aan of de activiteit dagelijks of wekelijks herhaald moet worden. Tip: je kunt de sportactiviteit ook herhalen op verschillende dagen, zoals bijvoorbeeld maandag, woensdag en zondag. Klik deze dagen dan gewoon allemaal los aan in de agenda. Bij deel 2 vul je extra informatie in over de activiteit. Voor welke leeftijdscategorie is het en welke fysieke inspanningen moet je als sporter geven. Vergeet daarnaast vooral niet aan te geven wat de sporter mee moet nemen. Als jouw club aanbod heeft voor een specifieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld vrouwen of mensen met een handicap, dan kun je dat hier ook aangeven. Dan deel 3. Hier geef je aan welke trainer de sportactiviteit verzorgt. Als je dit alles hebt ingevuld, kun je de activiteit opslaan. Tip: voeg een foto van de trainer toe. Dan weten nieuwe sporters bij wie ze zich op de club moeten melden. Lekker gasvrij. En je kunt aangeven hoe je op de hoogte wilt blijven van de aanmeldingen bij jouw sportclub. Stap 4. Overzicht en bewerken. Je hebt net een activiteit opgeslagen. Zodra je 1 of meerdere activiteiten opslaat, komen deze terug in het overzicht. Kijk maar. In dit handige overzicht kun je sportactiviteiten filteren. Daarnaast kun je precies zien hoeveel plekken er zijn en straks hoeveel mensen zich hebben ingeschreven voor een sportactiviteit. Tip: als je hierop klikt, kun je heel makkelijk geselecteerde activiteiten tegelijkertijd bewerken of verwijderen. Ook kun je hier een sportactiviteit dupliceren. Als je hierop drukt, wordt de activiteit gekopieerd en kun je heel makkelijk in korte tijd veel activiteiten invoeren. Dat is bijvoorbeeld handig voor de AH Sportactie. Alles gelukt? Wij hopen dat je nu aan de slag kan met het aanmaken van je sportactiviteiten. Lukt het toch niet? Stuur ons dan een berichtje via de chat of een mailtje naar clubsport@nocnsf.nl. Succes! Het sportsupportteam van NOC-NSF is volop bezig met het ontwikkelen van clubprofiel.nl. Wat betekent dat het in de toekomst nog gemakkelijker wordt, nog persoonlijker en er is nog veel meer mogelijk. Heb je nog leuke tips of suggesties? Stuur dan een mailtje naar clubprofiel@nocnsf.nl. In een volgende video laten we zien hoe sporters straks sportclubs kunnen zoeken en sporten kunnen boeken. En ook gaan we vloggen bij deelnemende sportclubs. Vind jij dat we echt bij jou langs moeten komen? Laat het ons dan weten. Tot de volgende keer. Doei.